Welkom bij Meerbeek Caravans & Campers in Doetinchem. Mijn naam is Ryan Meerbeek en ik sta hier weer in onze prachtige showroom. Ik zit hier nu in de prachtige Hobby Prestige 540 UL. Dat is de beste hobbycaravan die er is in de wereld. Wij hebben hier bij Meerbeek Caravans staan. En wij gaan nu alles uitleggen in het filmpje. En mijn collega Mark begint met het interieur. Ja, dankjewel Ryan voor die enthousiaste introductie. Prestige, dat is eigenlijk een beetje bij Hobby de top van de serie. En die 540 UL, dat is eigenlijk een indeling die al heel lang meegaat. Maar toch de details zijn weer verbeterd wat. Je hebt natuurlijk die 495 UL, maar die heeft natuurlijk een wat kleinere rondzit. En die is net wat kleiner van binnen. Kan ook een hele mooie wagen zijn. Deze is een tikje groter. Het is maar 1,20 cm. En dan heb je dus echt een volwaardige rondzit. En wat nou mooi is van die Prestige, voor 2023 hebben ze het interieur helemaal vernieuwd. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben de kastklippen groter gemaakt. En ze hebben dus een mooie grey look houtkleur gecombineerd met mat wit. Dit is dus mat. Dus niet besmettelijk. En je ziet dus een hele grote kastklep, waardoor je dus heel veel ruimte in die kastjes hebt. En alles, op het moment dat je dus rijden gaat, is gewoon afgesloten. Dus op het moment dat je zegt, we gaan rijden, ik doe de kleppen dicht, ze hebben soft close, hebben ze. Is alles dicht, dus niks kan meer uit die kastjes vallen. Alles blijft mooi op de plaats. Dus dat zie je rond zitten, dus grote kastklep. Achter zal er nog eentje open doen. Nog ontiegelijk veel ruimte, dus daar kun je veel meenemen als je wat langer op stap wil gaan een keer. Wat natuurlijk opvalt in die rondzit is natuurlijk ook die hele mooie indirecte belichting die er overal in zit. Wil je eens even zo'n spotje aan oranje boven jou nog? Want er zitten nog meer lampjes in, zeg je. Dutch is dat. Ja. Links en rechts zitten ze uiteraard. Kijk ook naar die hoekverlichting. De verlichting in de hoeken bij de bovenkasten. Indirecte verlichting aan de bovenkant. Indirecte verlichting aan de onderkant. En dat alles kun je op een hele makkelijke manier sturen met het Hobby Connect. Hobby Connect is voor 2023 nieuw. In eerste instantie was het idee om dat Connect toch nog eens meerprijs te doen. Omdat Hobby toch al 20 jaar lang de slogan heeft, al inclusief, hebben ze gezegd, nee, dat moeten we niet doen. We gaan die klanten niet extra voor laten betalen. Standaard gewoon erin. Mooi van dit systeem is dat je alle lampen makkelijk kunt schakelen. Als je de app downloadt, Hobby Connect, op je telefoon, kun je dus de telefoon Bluetooth koppelen aan dit paneel. En dan kun je ook met je telefoon bedienen. En dan kun je nog veel meer dingen uitlezen. Je kunt de boilervolt aanzetten, je kunt het waterniveau uitlezen. Heel mooi vernieuwend systeem waar standaard in de Hobby in zit. Draai je via de rondzit, komen we bij de keuken uit. Dan zien we zelfs hier in die keukenrand ook weer die indirecte verlichting doorlopen. Maar exclusieve kan het in feite niet. Mooie dikke rand hier ook in, super afgewerkt. Voor 23 is speciaal ontwikkeld door de toeleverancier een nieuwe gasplaat en een nieuwe wasbak. Dit is met elektronische ontsteking. 3 gelijkwaardige pitten, dus je hebt echt mooie grote pitten erin zitten. Met die ontsteking. Een diepe wasbak voor warm en koud water, want de boiler is natuurlijk standaard. En bij het achterfront kijk je niet tegen de wand aan, maar een heel mooi afgewerkt paneel. Waar ik me heel veel ruimte bied voor onder andere 3 stopcontacten, 2 met 230 volt en USB. En de lichtpunten, wat je natuurlijk daar kunt regelen op het paneel, kun je ook individueel op de plek regelen waar je zit in de caravan. Dat is mooi van het bussysteemverlichting. Voor 23 is er ook een nieuwe koelkast ingekomen met een tiptoetsbediening. Dus als ik hem hier indruk, kan ik hem heel makkelijk bedienen. En ik heb hier een mooi knopje op zitten, automaat. Die koelkasten kunt koelen op 3 manieren. Ze kunnen koelen op 230 volt, ze kunnen koelen op 12 volt en ze kunnen koelen op gas. Het was wel eens een wat gedoe om dat te schakelen, op het moment dat je onderweg was. Het gedoe is verleden tijd. Automaatfunctie, hij kiest het zelf. Doe je de stekker erin, staat hij 230 volt. Trek je de stekker eruit, gaat hij dus aan op gas. Doet hij helemaal zelf, het is net een robot. En dan zet je de auto ervoor, gaat hij op de auto accu. Dus je hebt altijd je drankjes gekoeld. En dan komt de noviteit. Deze koelkast, hij kan aan deze kant open. En ik, hé, dat is voor de keuken de verkeerde kant. Maar vanuit de slaapkamer is het perfect. Maar hij kan ook het is de dubbeldeurs koelkast, hij kan ook zo open. Dus je hebt een dubbeldeurs koelkast, heel makkelijk te bedienen. Met een heel groot vriesvak. Ook veel ruimte, een hele goede koelcapaciteit. Er komt een vergrote rooster aan de buitenkant. Koelkast die bij de keuken hoort. Naast de koelkast zien we de grote hangkast zitten. Hier zien we ook al alle dingen mooi aangesloten. De omvormer zit erin, televisievoorbereiding zit erin, aanlegschakelaar zit erin. En veel bergruimte. En dan komt hier ook weer terug in die kast in die rond zit. Ook in die grote kleppen die erin zitten. En dan moet ik zeggen, ik vind het persoonlijk een hele mooie, chique, grijs look. Houtkleur is het. Met dat mat wit afgewerkt. En het mooie beslag wat erin zit. Is dat geweldig. Aan die 540 UL heeft er 2 aparte bedden. Die bedden zijn echt royaal. Voor 2,80 meter. Als het erin gaat liggen, houdt echt heel veel ruimte over. Dus ik heb een heel goed lichtcomfort ook. Goede binnenveringsmatras met een lattenbodem. Ik zie hieronder ook weer een mooie afwerking. Spotjes kan ik makkelijk bedienen vanuit hier zo. Dat is heel makkelijk bedienbaar. En op het moment dat je ingedrukt houdt, ook een leuke functie. Ze hebben nog een dimfunctie zelfs. Ja? Dus je kunt precies de lichtsfeer kiezen wat je graag wilt. En dan kun je dus ook met je telefoon in de procenten instellen zelfs. Dat is wel heel gaaf.
Deze knop staat nog voor, nog een derde. Je kan de indirecte verlichting uitzetten. Maar ook die banen die hierin zitten. Ja, dan maakt die caravan gewoon geweldig chic wat dat betreft. Dus ik ben enorm onder indruk van die caravan. De Meerbeek Limited Edition modellen zijn natuurlijk altijd helemaal compleet. Dus de rollaterbodem zit hier ook in. Dan kun je hier heel gewoon twee persoons bed van maken, dan kan dat. Nou, deze caravan heeft veel meer opties. Ik denk dat mijn collega Ryan daarom ook graag wat van wil vertellen. Kun je eens even verder vertellen wat er nog allemaal bij zit of wat je erbij krijgt, Ryan? Ja, zeker. Je krijgt dus de mover erbij, de tuurluifel. Je kunt ook een fietsendrager erbij nemen. Je kunt er ook een tv-steun bij nemen. Wat u maar wilt, wij kunnen alles erop monteren. Tegenwoordig heb je ook bij de watertanken heb je een city watertank aansluiting. Dan heeft u gewoon voortdurend water in de caravan. En dat kunnen wij allemaal monteren, want wij hebben een heel jong team aan monteurs. Die zijn ook allemaal BOVAG keurmeester. Dus die weten alles van caravans en die kunnen ook alles op de caravans monteren. Wat ook nog wel mooi is. Rijn, sorry, ik ben er één ding vergeten. Hier is ook nog een magistraal mooie toiletruimte in. Moest kijken. Gezette toilet, heel veel kastruimte erin. Achter de spiegel zitten zelfs ook deurtjes. Stom dat ik hem net vergeten was. Stopcontact zit erin, zie ik hier. Heel veel bergruimte. En wat natuurlijk die 45 euro ook nog heel bijzonder maakt, dat het net iets groter is. Je hebt een hele mooie plaats voor een televisie. Wij kunnen hier dus, ja, zoals Ryan al zegt, dat inbouwtier kan hier een mooie skybeugel voor u monteren. En dan kun je dus een televisie, die kun je dus kijken vanuit de zit, vanuit buiten, maar ook vanuit de slaapkamer. Want die doorvoeren, daar zit er allemaal al in. Dat is afgebrief bij zijn hobby standaard gedaan. Ook met zelfs de stroomaansluiting. Er zit een dubbel stopcontact met de antenneaansluiting. Die zagen we net ook terugkomen naar een kast. En dan als je die televisie ophangt, hou je de hele doorgang vrij van die caravan. Dat is wel geniaal, hè? Dat is echt voor de collectors items, hè? Ja. De hobby bier- en wijnglazen. Ah, sorry dat ik je onderbrak, maar ik was het vergeten. Ik wil toch nog even kijken. Nee, als je iets leuks om toe te voegen, dan moet je dat alles vertellen. Want we willen de kijkers alle informatie geven. Maar van buiten is deze caravan ook heel erg mooi. Dan beginnen we met de hoordeur over de hele lengte en breedte van de deur. De nieuwe deur van de hobby die heeft allemaal hele leuke wegvakjes en kastjes. In de prullenbak bevindt zichzelf een stoffer en blik. Kunt u handig de pruteltjes die hier liggen eventjes opvegen en naar buiten toe doen. We maken een ronde langs de caravan. Dit is wel heel erg mooi. Dit is een vernieuwing van het modeljaar 2023, deze lijn. We zijn net weer iets anders gemaakt, dus de caravan oogt heel erg sportief. Super goed van hobby dat ze dat weer hebben gedaan. Meerbeek beste koop, dat is deze. Dat is gewoon de beste indeling. Goede maatvoering heeft de caravan, 7,29 meter lang. Hij is 2,30 meter breed. Hij heeft dus de mover, de luifel, helemaal compleet. En daarom is dus Meerbeek beste koop. Ik doe deze even omhoog. Dit is de disselbelading. Nou, dan ziet u hier de gaslang en de drukregelaar. Dit is de plek voor de gasflessen. Afvalwatertank zit er ook gewoon nog standaard bij. Hobby compleet, zeggen ze altijd. U heeft bij hobby ook een geïntegreerde kooldrukmeter. Hoeft u dus niet meer onhandig iets onder de stabilisator te doen. Dit is de knotstabilisator. De hobby ligt op een BBW chassis. Dat is het beste wat er is in de caravanmarkt. We gaan hem ook nog even van de andere kant bekijken. Want hij is ook zo mooi. Kijk ook eventjes nu naar die caravan. Hoe mooi dat weer is met die zuilen. Die twee zuilen. Dat maakt hem echt een hobby. Dan herkent u meteen dat het een hobby caravan is. Op de snelweg. Kijk, daar zie je inderdaad de grote koelkast voor die koeling, hè? 20 hier, inderdaad. Hele grote raampartij ook. Heel veel natuurlijke licht en val nodig hier dus in de caravan. Hij heeft zelfs een achterraam. Dat achterraam is ook weer een stukje breder geworden in het modeljaar 2023. Optimaal belucht, alle ruimtes. De automotive achterlichten zijn ook heel erg goed. De verzwaarde uitrijsteunen. Hij heeft gewoon alles wat de moderne caravan moet hebben. Maar heeft hij ook een goede prijs? Jazeker, dat heeft hij. Daar zijn we nu bij de prijskaart. Affabriek kost zo'n caravan 39.569 euro, maar bij Meerbeek niet. Wij hebben heel goed ingekocht. We hebben heel veel hobbycaravans ingekocht. Heel veel Enduro Movers, heel veel Thule Luifels, van alles heel veel. Daardoor hebben wij een hele hoge korting gekregen. Dus op dit moment bieden wij deze caravan aan voor 35.995 euro. Met een magistraal bedrag korting van 3574 euro. Nou, dat geld kunt u dus allemaal in de zak houden. En dan kunt u op vakantie hele leuke dingetjes verhalen. Vakantie moet plezier maken, vakantie moet betaalbaar zijn en uw vakantie begint bij Meerbeek Caravans & Campers in Doetinchem. Mark, heb jij nog wat toe te voegen aan dit ja, deze mooie caravan? Kijk, wat het mooie van het concept is, dat wat er in de winterperiode als het seizoen voor de deur staat, proberen we die caravans dus op tijd in te kopen in de juiste series. Komen die accessoires dan met een grote aantal in en dan gaat het inbouwteam gaat voor ons dus de caravans vast compleet maken. Dat betekent dat we gewoon in het seizoen binnen 24 uur kunnen leveren. Maar wat nu nog belangrijker is, daar hebben we dit jaar geluk mee gehad, waren heel veel accessoires net nog voor het einde van het jaar ingekocht, voor de oude prijzen. Dus nu liggen die kortingen gewoon zeer gunstig wat dat betreft.
En als je dus inderdaad deze kerf hebt met al die opties, want je hebt zelfs ook de verzwaarde as, noem maar op, alles zit er gewoon op. En je zit op nog geen 36.000 euro. Dat is uniek. Maar ga maar eens kijken op de sites waar ze bijvoorbeeld gebruikt worden aangeboden. Particulieren die hier 2 of 3 jaar met zo'n wagen gestuurd hebben, die vragen dit geld er gewoon voor. Ongelooflijk. Maar dan rij je weg en dan kunnen ze er niks meer van vertellen, want dan kun je ze vaak niet meer bereiken later. Kom je bij ons, ze hebben een full service bedrijf. En dan krijg je een splinternieuwe caravan, met ze gewoon de maximale fabrieksgarantie erop. Dat is 2 jaar op de hele caravan en 5 jaar op de waterdichtheid. Dus als jij niet enthousiast geworden van de presentatie van deze Hobby Prestige 45 WO, zou ik zeggen, kom naar onze showroom, dan gaan wij u goed informeren of dit voor u de juiste caravan is. Of we pakken even die andere 65 caravans. Keus genoeg. Dus ik zou zeggen, tot ziens in Doetinchem en welkom graag.